Verder Daan, ja, goed nieuws bij Excelsior. Laten we beginnen met de trainer. Jullie gaan door met Ricardo Moniz. Ja, we hadden afgesproken toen Ricardo vorig seizoen instapte dat we aan het einde van het seizoen met elkaar zouden gaan zitten. Dat hebben we ook gedaan. We hebben ook andere kandidaten gesproken. Daar zijn we open en eerlijk in geweest. En ja, wij vinden dat we met Ricardo het jaar in de keukenkampioendivisie in moeten gaan. Waarom hebben jullie besloten om met hem door te gaan? Nou, onze visie op trainen en voetballen is al eigenlijk al een tijdje dat we vinden dat we spelers beter en anders voor moeten bereiden. Dus het gaat veel meer op het fysieke. Dus meer trainen en harder trainen klinkt allemaal mooi. Maar de intensiteit daarin moet omhoog, veel individueel. En wij denken dat Ricardo degene is die daar het beste bij past op dit moment. Je zegt, we hebben ook met andere trainers gesproken. Betekent dat Moniz dan niet de eerste keuze was daarin? Nee hoor. Dat zeker niet. Omdat we ons gewoon breed wilden hebben georiënteerd. En daarin een goede keuze kunnen maken. Dat hebben we ook tegen iedereen met wie we gesproken hebben eerlijk gezegd. Nu was het zo dat hij moest inspringen op het moment dat Adrie Poldervaart zijn contract inleverde in april. Toen hij wegging. Ja, dan kom je ook in een lastige situatie terecht. Waarin Excelsior het helaas niet heeft gered. Zijn er bij jullie ook wel twijfels geweest om met hem door te gaan? Nee, niet echte twijfels. Wij hebben gezegd van de degradatie die schrijven wij niet op het konto van Ricardo. De doelstelling is uiteindelijk niet gehaald. Daar baalt hij zelf het meeste van. We balen er allemaal van, maar hij ook. Maar dat was niet de reden om te zeggen van joh, als we degraderen dan gaan we pertinent niet verder. En als we zouden handhaven dan zou dat ook niet automatisch een verlenging betekenen. De doelstelling vorig jaar was handhaving. Is niet gelukt. Wat is de doelstelling voor het komend seizoen? Ja, promoveren. Natuurlijk, we kunnen zeggen we moeten promoveren en we gaan ervoor. Ja, we gaan ervoor. Maar er zijn nog 7-8 anderen in de keukenkampioendivisie die dat willen. En wij moeten wel zorgen dat wij een van die 7-8 zijn. Nu is het ook zo hè, dat als je degradeert heeft dat een grote impact ook op de club. Excelsior is en blijft een ambitieuze club. Maar hoe groot is die impact van die degradatie? Ja, financieel uiteraard. Je gaat zwaar terug in begroting. Dus daar moet je alle zeilen bij stellen om dat goed te doen. Maar ook in je zichtbaarheid ga je natuurlijk erg terug. Hè? Ik bedoel, sportief gezien kan je daarin opnieuw beginnen. Maar Excelsior stond er altijd en staat er gelukkig nog wel heel goed op. Alleen ja, je bent veel minder in de picture. Jullie hebben ook plannen voor het stadion. Hè? De hoeken zijn inmiddels al gedeeltelijk dicht. Hoe gaat het verder met die plannen nu Excelsior een stapje terug heeft moeten doen? Nou, als het aan ons ligt, dan heeft dat geen invloed. Daar zijn we ook buiten de huidige exploitatie mee bezig om die funding te gaan krijgen om dat wel voor te zetten. En wij hopen dat we volgend jaar zomer daarin richting een besluit kunnen gaan komen om te kijken waar we gaan staan met de club over 5 jaar. Excelsior moet een stapje terug doen. Je zegt ook, de doelstelling moet je aanpassen. Er zijn meerdere clubs die natuurlijk willen promoveren. Daar heb je ook spelers weer voor nodig. Er is ook transfernieuws. De eerste speler die binnen is gehaald is een oude bekende, Sander Fiesje. Ja, vorig jaar werd er veel verteld dat wij geen leiders hadden, geen leiderschap. Ik denk dat Sander die kwaliteit absoluut beheerst. Sander heeft hier gewoon heel goed gedaan. Weet ook wat promoveren is met Excelsior. En was ook beschikbaar. En ja, wij vinden dat Sander een uitstekende aanvulling is voor onze ploeg in de eerste divisie. Nu is het ook zo dat hij hier gaat werken aan zijn maatschappelijke carrière. Hoe zit dat precies? Nee, Sander heeft ook aangegeven dat hij graag verder wilde kijken dan alleen het voetballen. Dus hebben we ook gevraagd waar zijn ambities op dat vlak liggen. Kijk, hij is hier primair om te voetballen. Daar staat alles ook in het teken. Maar op de momenten die het zijn, zal hij daarnaast met Daan op de commerciële kant af en toe mee gaan kijken. Maar dat moet ook in eerste instantie niet overdreven gaan worden. Het is gewoon even dat hij kan proeven aan wellicht voor hem een mooie maatschappelijke carrière na zijn carrière. Toch is dat wel mooi, hè? Dat hoort ook wel een beetje bij Excelsior. Dus niet alleen maar van, nou, het is hier en nu, maar ook later die maatschappelijke carrière die na het voetballen komt. Ja, ik denk, Daan en ik zijn zelf misschien een voorbeeld van jongens die gevoetbald hebben en daarna verder doorgestroomd zijn. Ja, nogmaals, Sander heeft ook een bepaalde ambitie en dat hoeft niet specifiek bij Excelsior te zijn. Maar hij kan hier misschien wel vast in de keuken kijken en daar laten ze voordeel maar doen. En misschien is dat bij Excelsior, maar misschien ook niet. Nu is Ricardo Moniz dan aangesteld voor het komend seizoen. Sander Fiesje keert hier weer terug. Wat heb je nog meer nodig qua spelers? Ja, middenveld en aanvallend, daar zijn we wel druk bezig. Maar daar moet nog wel het nodige gaan gebeuren. Maar we zullen ook helaas weer geduld moeten hebben. Ja, geduld inderdaad met spelers die misschien wel tot het allerlaatste moment willen wachten op een net iets betere club. Dat blijft vervelend voor Excelsior. Ja, niet alleen voor anderen ook. Ja, niet alleen voor Excelsior. Maar we hebben er wel mee te maken. Kijk, wat ik net zeg, financieel gezien moet je absoluut een stap terug doen. Dus je kan niet alles en dat moet je ook niet meer willen.
belangrijkste is dat een speler echt graag bij Excelsior wil voetballen. Want vanaf hier moet hij weer een mooie stap gaan maken samen met Excelsior. Het is ook belangrijk en het allerbelangrijkste is wat willen wij. Nou ja, en soms moet je daarin even wat langer geduld hebben om degene die je wil binnen te halen. We zoeken vooral middenvelders en aanvallers. Ja, sowieso qua doelpunten afgelopen seizoen ontbrak het daar wel eens aan in een hoop wedstrijden. Wat zoek je daarin? Nou ja, eigenlijk heel simpel gezegd wat je nu zelf zegt. Ja, doelpunten. Kijk, in de eerste divisie, als je daarin voorin gewoon 3 spelers hebt die gegarandeerd staan voor een x-aantal goals, ja, dan ben je al een eind op weg. Alleen ja, ook daar zijn we niet de enigen die dat zoeken. Maar wij gaan er wel vanuit dat de spelers de weg naar Excelsior wel weten te vinden. Maar dat is wel het belangrijkste. Je zegt ook dat het lastig is. Hè? Spelers willen tot het laatste moment ook wachten. Er zijn meerdere die in hetzelfde kleine vijvertje zitten te vissen. Waar zoek je dan? Ja, met name ook nog steeds wel in de eerste divisie. Maar dat kan ook bij de jonge elftallen zijn. Maar dat kan ook vanuit het buitenland zijn. Dat heeft niet onze voorkeur. En zeker nu niet in de eerste divisie. Maar we sluiten onze ogen er zeker niet voor. Wanneer ben je tevreden? Als er een selectie staat die mee gaat doen om promotie, want dat is nog steeds de doelstelling.